Een ster is geboren. Maak kennis met Marthe de Pillessien. Marthe de Pillessien, een echte ster. Ze straalt als lid van de geliefde Belgisch-Nederlandse meidengroep K3. Met haar aanstekelijke energie en prachtige stem heeft Marthe de harten van miljoenen veroverd. Ze brengt vreugde aan publiek over de hele wereld. Geen wonder dat ze wordt beschouwd als een rolmodel voor jonge mensen overal. Marthe betrad het K3-podium voor het eerst in 2015. Ze veroverde de harten van jury en kijkers tijdens het talentenjachtprogramma K3 zoekt K3. Haar toewijding en talent waren vanaf het begin duidelijk. Ze werd al snel een onmisbaar deel van het succes van de groep. Marthe's reis met K3 is ronduit buitengewoon. Ze heeft uitgebreid getoerd, hitsingles uitgebracht en gespeeld in populaire televisieprogramma's en films. Haar talent kent geen grenzen. Door dit alles is Marthe met beide benen op de grond blijven staan en toegewijd aan haar passies. Haar positieve kijk op het leven straalt door in alles wat ze doet. Ze belichaamt echt de geest van K3. Dromen komen uit Marthe's reis met K3. Marthe's reis met K3 is een bewijs van de kracht van dromen. Al van jongs af aan voelde ze zich aangetrokken tot het podium. Ze hield van zingen en dansen. Marthe droomde ervan haar passie met de wereld te delen. Toen de kans zich voordeed om auditie te doen voor K3, wist Marthe dat ze die moest grijpen. Ze stak haar hart en ziel in haar optredens. Haar talent en vastberadenheid straalden ervan af. Ze boeide de jury en het publiek. Het winnen van een felbegeerde plek in K3 was een droom die uitkwam voor Marthe. Ze was dolblij om zich aan te sluiten bij de gelederen van zo'n succesvolle en geliefde groep. Marthe ging de uitdaging met open armen aan. Sindsdien heeft Marthe haar hart en ziel gestoken in elk optreden, elk liedje en elk project. Haar passie voor muziek en entertainment is aanstekelijk. Ze inspireert talloze jonge fans om hun dromen na te jagen. Vreugde verspreiden, Marthe's impact op K3's muziek en fans. Marthe heeft een belangrijke impact gehad op K3's muziek en fanbase. Haar unieke vocale talenten en levendige persoonlijkheid hebben een frisse en opwindende dynamiek aan de groep toegevoegd. Marthe's aanwezigheid heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het aanhoudende succes van K3. De muziek van K3 staat bekend om zijn aanstekelijke melodieën, positieve boodschappen en het vermogen om generaties samen te brengen. Marthe belichaamt deze waarden perfect. Haar aanstekelijke energie en oprechte warmte stralen door in elk optreden. De band van Marthe met de fans is echt speciaal. Ze heeft een natuurlijk vermogen om contact te maken met publiek van alle leeftijden. Haar oprechte warmte en enthousiasme zorgen voor een magische ervaring voor iedereen die kijkt. Of ze nu op het podium staat, fans ontmoet op evenementen of interactie heeft op sociale media, Marthe doet altijd haar best om vreugde en positiviteit te verspreiden. Haar toewijding aan haar vak en haar fans is echt inspirerend. Babyopkomst. Het vrolijke nieuws staat centraal. Opwindend nieuws veroverde onlangs de wereld. Marthe de Pillessien wordt mama. De geliefde K3-zangeres deelde haar vreugde met de wereld en kondigde aan dat ze haar eerste kindje verwacht. Zowel fans als collega's waren door het dolle heen van geluk voor Marthe en haar partner. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje via sociale media en nieuwsites, met berichten van liefde en steun uit alle hoeken van de wereld. Het is duidelijk dat Marthe's geluk gedeeld wordt door miljoenen. Dit prachtige nieuws markeert een mooi nieuw hoofdstuk in Marthe's leven. Terwijl ze zich voorbereidt om haar kleintje in de wereld te verwelkomen, doet ze dat met de liefde en steun van haar K3-familie en haar dolenthousiaste fans. We kunnen niet wachten om deze ongelooflijke reis met Marthe te volgen. We wensen haar alle geluk en plezier van de wereld toe bij het begin van dit spannende nieuwe avontuur. Deel 5. Een stroom aan liefdefans en collega's in jubelstemming. De stroom van liefde en steun voor Marthe na haar zwangerschapsaankondiging is echt hartverwarmend. Fans van over de hele wereld hebben haar sociale media overspoeld met felicitaties en gelukwensen. Marthe's K3-collega's, Hanne en Julia, waren een van de eersten die hun enthousiasme uitten en hun hartelijke felicitaties aanboden. De hechte band van het trio is duidelijk te zien in hun oprechte geluk voor Marthe, nu ze aan dit nieuwe hoofdstuk begint. Studio 100, het productiebedrijf achter K3, deelde ook hun vreugde en enthousiasme voor Marthe. Ze spraken hun onvoorwaardelijke steun voor haar uit tijdens deze bijzondere tijd. Het is duidelijk dat Marthe wordt omringd door een liefdevol en ondersteunend netwerk. De overweldigende positiviteit rond Marthe's zwangerschap getuigt van de speciale plaats die ze in de harten van zoveel inneemt. Terwijl ze zich voorbereidt om haar kleintje te verwelkomen,
doet ze dat in de wetenschap dat ze de liefde en steun heeft van een wereldwijde gemeenschap. Deel 6. Anja van Mensel's hartverwarmende boodschap, een blijk van Marthe's toewijding. Anja van Mensel, de CEO van Studio 100, feliciteerde Marthe van harte met haar zwangerschap. In een ontroerende verklaring prees ze Marthe's toewijding, professionaliteit en de vreugde die ze in haar werk brengt. Anja's woorden weerspiegelen het diepe respect en de bewondering die het hele Studio 100-team voor Marthe heeft. Ze zijn ongelooflijk blij voor haar en haar partner nu ze zich voorbereiden om hun kleintje te verwelkomen. Marthe is een echte professional en een plezier om mee samen te werken, deelde Van Mensel. Haar toewijding aan K3 is onwankelbaar en ze geeft altijd het beste van zichzelf bij alles wat ze doet. We zijn zo blij voor haar en kunnen niet wachten om het nieuwste lid van de K3-familie te verwelkomen. Deze hartverwarmende boodschap van Anja van Mensel benadrukt de speciale band die Marthe deelt met haar K3-familie en het hele Studio 100-team. Het is duidelijk dat Marthe zeer gewaardeerd wordt door iedereen met wie ze samenwerkt. Deel 7. Licht, camera, actie. Marthe's lopende projecten. Zelfs nu ze zich voorbereidt op het moederschap, blijft Marthe schitteren op het podium en het scherm. Ze is momenteel betrokken bij verschillende spannende projecten, waaronder de langverwachte film K3 en het lied van de Zeemeermin. Deze magische film belooft een tractatie te worden voor K3-fans van alle leeftijden, met zijn betoverende verhaallijn, aanstekelijke liedjes en natuurlijk Marthe's oogverblindende optreden. Fans kijken reikhalzend uit naar de release van de film, benieuwd om Marthe haar talent en energie weer eens op het grote scherm te zien brengen. Naast de film blijven Marthe en haar K3-collega's het publiek boeien met hun live optredens. Hun shows zijn een wervelwind van energie, muziek en dans, waardoor fans van alle leeftijden met een glimlach op hun gezicht achterblijven. Marthe's toewijding aan haar vak is echt inspirerend. Ze benadert elk project met dezelfde passie en enthousiasme die haar geliefd hebben gemaakt bij miljoenen. Deel 8. De show moet doorgaan. K3's plannen tijdens Marthe's zwangerschapsverlof. Nu Marthe zich voorbereidt om haar kleintje te verwelkomen, zijn K3-fans natuurlijk benieuwd naar de plannen van de groep tijdens haar zwangerschapsverlof. Studio 100 heeft fans verzekerd dat de show zal doorgaan, met spannende plannen om ervoor te zorgen dat de magie van K3 blijft schitteren. Hoewel specifieke details nog onder de pet worden gehouden, heeft Studio 100 gezinspeeld op speciale gastoptredens en unieke uitvoeringen die fans zullen vermaken en boeien tijdens Marthe's afwezigheid. Ze zijn vastbesloten om hetzelfde niveau van energie en opwinding te leveren waar K3 onbekend staat. Deze doordachte aanpak toont aan dat Studio 100 het belang van familie begrijpt en dat ze toegewijd zijn aan het steunen van Marthe tijdens deze bijzondere tijd. Fans zijn ervan overtuigd dat K3 sterker dan ooit zal terugkeren wanneer Marthe klaar is om het podium weer te betreden. De plannen van de groep voor Marthe's zwangerschapsverlof weerspiegelen hun aanpassingsvermogen en toewijding aan hun fans. De erfenis van vreugde en muziek van K3 zal blijven bloeien, dankzij de toewijding van het hele team. Deel 9. Evenwichtsoefening moederschap en een carrière in de schijnwerpers. Marthe's reis naar het moederschap zal een nieuw en spannend hoofdstuk inluiden. Ze staat op het punt om haar carrière in evenwicht te brengen met het opvoeden van een kind. Marthe's sterke werkethiek en toewijding zijn duidelijk geweest tijdens haar carrière. Ze zal dezelfde passie en toewijding in het moederschap leggen. Deel 10. Klaar voor het moederschap, Marthe's voorbereidingen. Nu haar uitgerekende datum nadert, is Marthe druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de komst van haar kleintje. Van het inrichten van de babykamer tot het volgen van zwangerschapscursussen, ze omarmt elk moment van deze bijzondere tijd. Marthe heeft glimpen van haar zwangerschapsreis gedeeld met fans op sociale media, met schattige foto's van haar groeiende babybuik en het delen van haar enthousiasme over het worden van een moeder. Haar oprechte vreugde is aanstekelijk en fans kunnen niet anders dan delen in haar geluk. Marthe's voorbereidingen op het moederschap gaan verder dan de praktische zaken van wiegjes en luiers. Ze heeft nagedacht over de waarden en lessen die ze haar kind wil meegeven en wat voor moeder ze wil zijn. Met elke dag die voorbij gaat, groeit de spanning voor de komst van Marthe's kleine bundeltje geluk. Fans en collega's wachten vol spanning op het nieuws, klaar om het nieuwste lid van de K3-familie te overladen met liefde. Deel 11. Een stralende toekomst. Wacht verwachting voor Marthe's terugkeer en een nieuw begin. Nu Marthe aan dit spannende nieuwe hoofdstuk van het moederschap begint,
ziet de toekomst er rooskleurig uit. Haar fans kijken reikhalzend uit naar haar terugkeer op het podium. Marta's reis is een bewijs van de kracht van het volgen van je dromen. Ze heeft laten zien dat het mogelijk is om zowel in je persoonlijke als professionele leven grote dingen te bereiken. Wanneer de tijd rijp is, zal Marta terugkeren naar het K3-podium. En wanneer ze dat doet, zal ze dat doen met de steun van haar K3-familie en fans. Marta's verhaal is nog lang niet voorbij. Het is nog maar net begonnen.